In mei dan begint voor de wielrenners het tijdperk van de grote rondes. Voor de Rabobank betekent dat twee kopmannen in de Tour de France. Daar ligt het speerpunt. Robert Gesink en Dennis Menchov. In ieder geval nu, dat zijn de zekere die gaan rijden. Het zijn onze klassementsrenners en het is een mooie Tour voor klimmers. Er zit niet zoveel, zoveel tijdrijden in, pas op het laatst. Dus ja, die jongens, die, als die fit zijn, dan gaan we daarvoor, voor het klassement van die twee jongens. The main goal. Huh? And what is different is that last 2 years you tried the Giro, but you're not going to the Giro. Why? Yeah, normally I not go because it's this year it's too hard, no? Dus ik hoop in ieder geval gewoon weer heel, heel goed in orde te zijn. En wat minder pech tegen te komen onderweg. En, en de resultaten die ik behaald heb in ieder geval minimaal bevestigen of verbeteren. En dat is natuurlijk wat je als sporter altijd wil. En, ik heb nu een aantal jaren heb ik natuurlijk alleen maar groei doorgemaakt. Een keer ga je natuurlijk ook op een bepaald niveau aankomen en daar blijven zitten. En ik hoop dat ik nog een tijdje door blijf groeien. En ik denk dat we in de training in ieder geval nog ruimte hebben om dat te bereiken met wat meer krachttraining en wat meer omvang en wat verschillende soorten van training. En hopen we elk jaar zo nog een stapje te kunnen maken. I think the most important is to get the same conditions than in Giro 2009. No? Mm-hmm. I think it was the best conditions. So. So important is it's arrived to the Tour and in best that condition. Yeah. Je zegt je richt je op de Tour, maar er is ook nog een Giro en Vuelta. Daar heeft Rabobank in het verleden zeer goed gescoord. Menchov heeft hem gewonnen. Daar liggen geen prioriteiten. Nou goed, die zijn ook, dat zijn ook topwedstrijden. Die zijn ook belangrijk. De Vuelta, daar zal Menchov ook aan de start staan. Gesink zal één grote ronde doen in principe. En dan de Giro, ja, zullen we toch een beetje meer een vrij buitensploeg gaan hebben. Verre zal er staan voor te kijken of we daar een rit kunnen pakken. En jongens, Mollema zal daar zijn eerste grote ronde rijden. Ja, ik ga daar niet met druk rijden en ik zie wel hoe het gaat. Kijk, ik ben wel zo ambitieus dat als ik goed ben, dan wil ik graag een goed klassement rijden. Maar niet kosten wat het kost. Het wordt pas mijn eerste grote ronde. En het is meer eigenlijk dat ik daar naartoe ga om te leren en om gewoon te kijken hoe het is om een wedstrijd van 3 weken te rijden. En niet per se met de druk van een klassement of wat dan ook te rijden. Yeah, this year is it will be my first time in the Giro. It's a special Giro also because the start is in Holland. So I think it's a good chance to debut in the Giro d'Italia. So the parcours normally is also good for my characteristics. En dan zijn er rondes geweest dan het naseizoen. Liggen daar nog wedstrijden waarvan je zegt van nou dat zijn wedstrijden die passen bij onze ploeg? Ja, ik noemde al de Vuelta. Dat is een belangrijke Eneco Tour, dat soort wedstrijden. Je hebt nog wat najaarsklassiekers. Het WK is in Australië. Het lijkt erop dat het geschikt is voor sprinters. Maar daar moeten we nog even goed bekijken hoe dat parcours er echt uitziet. En daar hebben we ook wel jongens voor. Normally is not like last year the parcours, so maybe I have more chances. Maybe the fourth time. I hope. Overal heb je een goed gevoel voor dit seizoen? Ja, ik denk we hebben een beetje hetzelfde team als afgelopen jaar. Er is niet zoveel veranderd. Er zijn een aantal jongens weg. En twee jonge jongens erbij van Wind en Kruiswijk. En, ik denk een homogeen blok en ja, daar kun je mooie dingen van verwachten. Dankjewel. Okay.